deel in de reeks Wonderball, The Sheriff, een heerlijke conspiracy theory strip met in de hoofdrol een in ongenade gevallen politie-inspecteur genaamd Sparacini. Die man die heeft een hekel aan werkelijk alles en iedereen, zelfs aan zijn collega's en aan zijn baas. Het enige waar hij geen hekel aan heeft, dat zijn Wonderballs. En vandaar ook zijn bijnamen. Wonderballs, dat zijn eigenlijk die kinderverrassingseieren. Sparacini volgt het spoor wat uitgezet is door het spook. Dat kun je in het voorgaande deel lezen. En dat brengt hem dichterbij het Collegium Occulta. Een mysterieus genootschap wat onder andere allerlei moordenaars traint, die op allerlei bijzondere plekken zitten en die eigenlijk soms zelfs niet eens weten dat ze een moordenaar zijn, maar die zo geactiveerd kunnen worden. Terwijl Sparacini verder gaat met zijn onderzoek, is het Collegium Occulta op haar beurt bezig om juist allerlei losse eindjes uit de weg te ruimen. En zij volgen deze Sparacini en ze merken dat hij toch te dichtbij komt, dus vandaar dat zij de sheriff inzetten om hem uit de weg te ruimen. Een plaatselijke sheriff van een slaperig dorpje die als geheime hobby een sadistische moordenaar blijkt te zijn. Wonderball van het schrijversduo Fred Duval en Jean-Pierre Pecaud en tekenaar Colin Wilson is rauw en bloederig. En als je dit leest, mag je lekker paranoïde zijn, want ja, er is inderdaad een complot aan de hand. En de vraag is eventjes of inspecteur Sparacini, die niet alleen in het vizier van dit Collegium Occulta zit, maar ook in het vizier van zijn eigen collega's, op tijd gaat zijn om dat complot bloot te leggen en te stoppen. De reeks Wonderball wordt uitgebracht door Sylvester Strips en is natuurlijk te vinden in de stripwinkel. Ik adviseer je wel om ook de voorgaande delen te halen en zo het hele verhaal te hebben. En er zijn alweer nog 2 nieuwe delen aangekondigd in deze reeks, dus zeker een aanrader.